We zijn hier in Brabant op bezoek bij mijn familie. En we gaan een lekker product maken. De meest gegeten taartje of gebak. Daar zit wel een appel in verwerkt. Dus vandaar dat ik ook heb gekozen om iets te maken met lekkere Brabantse appels. De Belle Fleur, we hebben daar een kleinere versie van. Ik zal even wat uitleggen van de grondstoffen die we daarvoor nodig hebben en de materialen. We hebben nodig bloem, bladerdeeg, we hebben een klein stukje cake nodig, suiker, amandelspijs, abrikozen op brandewijn, ook wel onder de naam boerenmeisjes verkrijgbaar. Het belangrijkste, de appels, een klein beetje water met een beetje suiker om daar karamel van te maken en een beetje roomboter. En dan hebben we ter decoratie slagroom, abrikozenpuree, kandeel, dat is een likeur op basis van eidooiers en specerijen en brandewijn. Beetje vergelijkbaar met advocaat, maar veel bijzonderder van smaak. We hebben prijsselberen, kompot, limoen en we hebben vanillesuiker. En dan kunnen we beginnen met het eerste onderdeel, dat is het bereiden van de karamel. We gaan de suiker gaan we vermengen met het water en dat gaan we op het vuur koken tot een lichte karamel. Dan hebben we hier de suiker 200 gram met daarbij 100 gram water. En dat gaan we inkoken totdat het een karamel wordt. In het begin roeren we de suiker goed zodat het in het water goed oplost. En wanneer de suiker gekookt heeft, haal de gart eruit. Want als je langer door zou roeren en zou door de karamel, dan krijg je een grote klont karamel aan je garden en dat lost weer niet goed op. Kijk, je ziet nu dat de suiker is opgelost in het water. Haal de gart eruit, die hebben we nu even niet meer nodig. En dan laten we hem even inkoken. Ondertussen dat de suikerstroop kookt, neem je een bakplaat. Met erop een stukje bakpapier. Ondertussen dat de suiker tot karamel wordt gekookt, gaan we de appels voorbereiden. Oké, dan gaan we beginnen met de appels te schillen en het klokhuis uit te snijden. Goed, dan gaan we de appels, gaan we met behulp van een appelboor, gaan we het klokkenhuis eruit halen. Dat is altijd de moeilijkheid om dit precies recht door de appel te doen. Dus dat alles weg is. Dan gaan we de appels eveneens gaan we vullen. We hebben daarvoor de boerenmeisjes en de amandelspijs. Een klein beetje amandelspijs onder in de appel. Goed, daarna gaan we de boerenmeisjes in kleine blokjes snijden. De appels gaan we vullen met de abrikozen. En dat wil zeggen helemaal goed dat er echt alle helemaal goed gevuld zit. De appels zijn gevuld. We kunnen nu het afdekken door een klein dopje amandelspijs weer op de abrikozen te leggen. Zo. Dat is ook klaar. De karamel gaan we met behulp van een keukenmachine gaan we die een klein beetje fijner hakken. Dan kunnen we verder gaan met de appels. Ik heb daarvoor gesmolten boter.
Makkelijkste is om de appels aan een vork te prikken, dan te beboteren en daarna met een zeefje de karamelsuiker aan te brengen. Als volgt. Op deze manier heb je dus een gekarameliseerde appel die nog rauw is, maar straks in de oven de hele karamelsmaak in de appel trekt. Daar dus een bijzondere smaak krijgt. Voor het bladerdeeg maken we gebruik van diepvries bladerdeeg. We halen de plastic velletjes ertussen uit. En we leggen alle velletjes bladerdeeg op elkaar. Zodat men één groot pakket krijgt van bladerdeeg. Dit laat je zo een aantal uren laat je ontdooien. Dat heb ik dus hier voorbereid. En dan gaan we met behulp van een rolstok gaan we dit uitrollen. Wat bloem op de bank om het plakken van het deeg tegen te gaan. Dan gaan we het deeg uitrollen tot een plak van ongeveer 45 bij 45 centimeter. Zo. Dus van een dik pakket is het nu een grote, dun plak geworden. We gaan ze in kleine vierkantjes snijden. Dat doen we met behulp van een pizza roller. Dan gaan we de hoekjes van het deeg gaan we een klein beetje insnijden. De randen van het deeg strijken we zeer licht in met een beetje water om ervoor te zorgen dat het deeg straks ook goed aan de appels en het deeg ook aan elkaar blijft plakken. We gaan de oven voor verwarmen op 200 graden. En we gaan de appels in het bladerdeeg pakken. We nemen een appel. De appel gaat met de platte kant naar onderen. Er gaat een klein plakje cake op. Drukken we een klein beetje aan. En we vouwen de punten vier keer naar elkaar toe. Dan hou je nog vier punten over. En die gaan zeg maar naar de zijkant. Dus we gaan niet alle vier punten tot één punt brengen. Anders zou daar te veel deeg komen. En dan zou die daar moeilijk garen. We gaan de bollen eerst even lichtelijk bevochtigen. Waardoor de suiker straks blijft zitten. De brabantine gaan we door de suiker halen en dan in de bak vormpjes. En dan gaan we ze afbakken. Dan gaan we de appels op het rooster met een bakplaat eronder plaatsen. Want er kan altijd voorkomen dat er toch nog een beetje vocht door de hitte uit de appels stomen. En dan gaat het, kookt hij misschien een klein beetje over en dan valt het in ieder geval op de bakplaat. En ze bakken ongeveer zo'n 20 minuten. Nou, ondertussen dat de appels in de oven zitten, kunnen we mooi de voorbereiding treffen voor de presentatie. We nemen de gekoelde slagroom en ook de gekoelde vanillesuiker en bekken. En we kloppen ongeveer 50 gram vanillesuiker met een
een liter slagroom ongeveer. We kloppen de slagroom niet al te stijf, maar net dat hij net aan blijft staan, dat hij net niet inzakt. Zodat hij net zo een beetje diklopend is. En dan voegen we aan als laatste, voegen we nog een per liter ongeveer een 150 gram aan kandeel voegen we toe. Goed, die zetten we weer koud. Kokend heet van binnen, dus belangrijk, kwartiertje laten staan en dan pas serveren. We vullen een spuitzak of een snoepzak. Dan knippen we een punt eraf. Waarna nog een extra punt. Als een soort kerstboom. Daaroverheen raspen we wat verse limoenschilletjes. Die geeft een beetje frisheid aan het geheel. Dan nemen we de abrikozensaus. Dit is dus de Bramantine, helemaal klaar, geschikt als gebakje, maar ook warm geserveerd als dessert, misschien wel voor de kerst. En het belangrijkste is natuurlijk, hoe smaakt die Bramantine? Sorry, je bruist van eten. So I just lay back and laugh at the sun, 'cause I'm in shoo-shoo-shoo, shoo-shoo-shoo, shoo-shoo-shoo-shoo-shoo-shoo-sugar town.